Een hele goede morgen weer. Het is voor mij nog steeds 9 juli. En ik ga het tweede filmpje opnemen van vandaag. En dat is voor nu live nummer 46. En die is voor 14 augustus. Welkom weer bij ons mutsenclubje. Ik ga gebruik maken van het digipapier van augustus. En dit is nummer 23, bulletje. Het designpapier heb ik allemaal al verknipt. Maar er zitten ook weer leuke teksten en kniponderdelen bij. Dus dit is designpapier 23. Wat hebben we nodig? We hebben best wat nodig. Ik heb 4 taglabeltjes. Oh, 5. Maar ik heb er maar 4 nodig. 4 taglabeltjes. Dan heb ik een cardstock deel A van 13 bij 30. Ik heb 2 delen B van 11 bij 11. 2 delen C van 9,5 bij 11. 2 delen D van 9 bij 11,5. 2 delen D van 8,9 bij 9. En 2 delen F van 7,5 bij 9. Dan hebben we ook ons digipapier. En daarvoor hebben we nodig 4 delen A van 12,7 bij 12,7. We hebben 4 delen B van 1,7 bij 12,7. Dan hebben we 2 delen C, en dan moet ik even spieken, van 10,7 bij 10,7. We hebben 4 delen D. En ik heb er nu 2, want het designpapier was op en mijn printinkt is ook op. Dus ik ga 2 delen gebruiken, maar je hebt er dus 4 nodig. En ik heb 2 delen E van 8,7 bij 8,7. En ik heb 2 deeltjes F van 0,7 bij 8,7. En zoals jullie gewend zijn van ons, gaan we beginnen met cardstock A. Dus B kan nog even aan de kant. We gaan beginnen met cardstock A. We pakken ons ril snijbord erbij. Mesje omhoog. En we gaan hem rillen op de lange kant. Op 13, op 15, en op 17. En ik heb deze afgelopen donderdag samen met de badmuts gemaakt bij de badmuts thuis. En het was weer een hele gezellige dag. Deze gaan we rillen. Dit wordt een dalvouw. Dus de eerste is een dalvouw. Dan wordt de tweede wordt een bergvouw. En de laatste wordt ook weer een dalvouw. Zo. Dan vouwen we hem dicht. Dus dan heb je een V'tje in je kaart. We hebben weer. Ik had net een gum. Die netjes weer opgeruimd. Ja. Pakken we er weer even bij. En we gummen de potlood op de rillijn weer even uit. Zo. Dan pak ik heel even mijn voorbeeldkaart erbij. Altijd handig. Ja. En we gaan 2 delen A van ons designpapier gaan we op de basis plakken. O jee, die is veel te groot. Nou, daar gaat dus een stuk vanaf. A is 12,7 bij 12,7. Heb ik iets verkeerd gedaan? Maar niet getreurd. Gaat er een stukje vanaf. Beter te groot als te klein. 12,7. Zo, dan die eraf. En als het goed is, moet hij nou wel kloppen.
12,7. Ja, bij 12,7. En we pakken even de lijm. En we gaan hem in de basis plakken. En het moet nu, want we gaan van alles er nog bovenop plakken. Vandaar dat ik ook het meeste gedeelte van dit, dat er geen vorm op staan. Dus geen bloemen, geen bulletje. Alleen een stukje jute en een stukje touw. Zo. Dan ga ik ook gelijk de twee delen van de binnenkant erin plakken. Want ook die moeten straks er al in zitten. Dus ik ga ook twee delen B van 1,7 bij 12,7 in onze creatie plakken. En dan kan het even drogen. En dan gaan we verder met de volgende stap. Maar eerst ook nog even het tweede deel erin plakken. En normaal gesproken ben ik niet zo van het kleuren designpapier. Maar ik vond verkleuren cardstock. Maar ik vond dit geel vond ik wel leuk passen bij de creatie. Dan gaan we verder met cardstock B. En daar hebben we twee delen van. Even de andere erbij pakken. Ja. En dan gaan we op drie kanten gaan we daar lijm smeren. Dus twee zijkanten en één onderkant. En deze plakken we in het midden van onze creatie. Beetje op gevoel. Zo. Dat doen we ook met de andere. Dus we doen twee zijkanten en een onderkant. En de opening zit naar boven. En die plakken we aan de andere kant. Dan gaat ook hier gelijk het designpapier op. En dan moet ik even spieken. Dat is volgens mij C. Gaan we even erbij pakken. C en C. Dan hebben we hier een deel C. Dan zal ik die dan precies andersom doen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Nou zie ik dat er een heel klein wit randje aan zit. Dat wil ik niet. Niet gezien met het snijden. Dus ik ga hem er even vanaf halen. En dan is hij misschien een heel klein stukje. Nou, kom eens. Kort, maar dan ga ik hem aan deze kant ga ik een beetje smokkelen. Want hier komt soms nog iets bovenop en dan ga je het niet meer zien. Dus ik denk die gaan we de bloemetjes aan de onderkant. Ik denk de bloemetjes aan de zijkant. Dus deze komt hier en die komt aan de andere kant. Zo. Die weer hierop. En ik ben zo gek op en op zonnebloemen. Zonnebloemen zijn de favoriete bloem van mijn man. En het bulletje, ja, daar ben ik helemaal gek op. Ik heb allemaal bulletjes in mijn huis. Een bulletje als hond. Dus, en ik heb ook koeienhorens. En ja, dat zal niet iedereen is daar blij mee. Maar wij vinden het heel erg mooi. Dan hebben we dus zee ook opgeplakt. In dit deel, dan moet ik heel even kijken, komt cardstock C. Dus cardstock C gaat in deze pocket. En schuift die nou niet zo fijn, dat kan. Dan ga je er een heel klein stukje van afhalen. Dan heb je misschien net iets te breed tape of te veel lijm gesmeerd. Dat kan allemaal. Aan deze pockets
ga ik een labeltje maken. Gewoon omdat ik dat leuk vind. We hebben deze tekbons gekocht op de beurs. Bianca en ik proberen altijd op de beurs samen één grotere pons te kopen. En hier ben ik toch wel heel erg blij mee. Het is toch wel één van mijn favoriete ponsen. Hier heb ik mijn roltape. En die ga ik hier plakken. En dan ga ik ongeveer op gevoel, ik doe heel veel dingen op gevoel, het midden bepalen. Je kunt het natuurlijk helemaal uit gaan meten, maar daar heb ik dan en het geduld niet voor en er zit niet in. Dus die komt hier. Dan doen we dat ook bij de andere tag. Het andere kaartje. En dat hoeft natuurlijk niet, hè? Het is net wat jij leuk vindt. Je kunt er ook een sierrandje aan maken of een friemeltje eraan. Het is net wat jij leuk vindt. Dus doen waar jij je goed bij voelt. En deze komt hierin. Dan komt op dit komt 2C delen C. Dit is D. Ik moet C hebben. Dus E. Nee, ik moet niet C hebben. Tag 4 delen D. En dat is dus dat ik eigenlijk aan de achterkant ook een designpapiertje wil hebben. Maar die moet ik dus nog even printen, maar mijn inkt is op. En het inkt doet het nog wel, maar daar zit dan net het kleurenverschil in. En dat vind ik dan weer niet mooi. Dus die ga ik nog even uitprinten. Want het moet wel mooi eruit zien. Want deze ga je echt uit je kaart trekken. En dan is het wel mooi als de achterkant ook een designpapiertje heeft. Ho, wel goed wegleggen, Debbie. Nou, schoof die aan de kant. Dat doen we dus bij deze ook. Dus op mijn papiertje staan 4 van deze delen. Ik heb er nu 2. Maar die komen er dus nog aan, maar niet in deze live. Zo, dan ga ik deze even laten drogen, want anders gaan ze schuiven. En dat willen we niet. Dan leggen we de basis ook even aan de kant. Gaan we de lijm weer even aan de kant zetten. Wel het dopje erop, anders droogt die uit. En we pakken ons rilbord er weer bij. En we gaan naar cardstock D. En cardstock D is 9 bij 11,5. En deze gaan we op de lange kant, dus op de kant van 11,5, gaan we die rillen op 1. En dat doen we altijd aan de linkerkant van mijn bord, omdat ik dan aan deze kant meer stevigheid heb voor mijn papier. Op 1. Dan draai ik hem dus om. Dan ga ik hem rillen op 10. En ik ga hem rillen op 11. En dan hou ik dus een heel klein plakstrookje over van 0,5. Doe ik met die andere ook. Dus 1. Dan draai ik hem weer om. Dan gaan we naar 10. En we rillen hem op 11. Op 11. Dan gaat het bord weer aan de kant. Dan pakken we de basis er weer bij. Dit is de bovenkant, dat is de bovenkant. We rillen onze rillijn er even in. Bij allebei. En ook het hele kleine friemelstrookje. En waarom heb ik gekozen voor zo'n klein friemelstrookje? Het wordt een pop-up gedeelte. En als je dan een heel lang stuk, dan krijg je daar een heel lelijk wit stuk te zien. Of in dit geval een geel stuk. En dat vind ik persoonlijk niet zo mooi. Dus vandaar 0,5. Vind jij het nou wat te weinig, dan kan je hem natuurlijk verbreden naar 1 of naar 1,5 centimeter. Net wat je zelf dan weer fijn vindt. Maar dit vond ik persoonlijk fijner en mooier. Nou hebben we dat dus gedaan bij allebei de delen. Het ene deel komt aan deze kant, het andere deel komt aan die kant.
Leg dit dan op even zo voor je. Want we hebben nog twee delen E. En die gaan we erachter plakken. Dus die komen hierachter. Want ik wil een pocket eruit laten komen. Maar hou er rekening mee dat dus de ene 1 centimeter strook aan je rechterkant zit en de andere aan de linkerkant. Want anders heb je soms een probleem, want dan komt je tag aan de onderkant eruit. Hij is 8,9 bij 9. En dat heb ik dus bewust gedaan, omdat hij anders niet tussen de rillijnen past. Dus zoek even goed de 8,9 op en de 9. Want de 8,9 is dus de breedte en 9 is de hoogte. En die gaan we dus hierin plakken. Even goed schuiven. Ja, en dan laten we hem even liggen. We gaan kijken, deze zit aan de bovenkant, dus die moet aan deze kant. Dan gaan we die moet ook aan de bovenkant. Dus ik ga even goed kijken. Dit 8,9, ja, dus ik ga hem hier op de lengte plakken, hier op een lengte en hier in de breedte aan de onderkant. En dan ga ik hem zo erin plakken. De eerste maakt niet zo heel veel uit hoe je die plakt, want die kun je alle kanten op bewegen, maar de tweede moet dan precies tegenovergesteld. De opening aan de bovenkant, ja. Dan gaan we hem erin plakken. Je legt deze op het oog in het midden tegen de rillijn aan. Dus de tegenaan. Dan gaan we er lijm op smeren. Zo. Gaan we deze even aan de kant leggen. Dan ga je de kaart dichtvouwen. Pak even mijn vouwbenen erbij om de lijm goed te verdelen. En dan zit die vast aan de rug van je kaart. Zo. Laten we hem even drogen. Want hij moet wel goed vastzitten. Zo, strijken we ook hier nog even aan. Dan doen we het precies hetzelfde bij de andere kant. Dan gaan we een beetje op gevoel. Zo. Is ongeveer dezelfde hoogte. Gaan we ook deze gaan we erin lijmen. Oh. Lijm erop. En je vouwt hem dicht. Zo. Dan zitten ze allebei aan de rug van je kaart. Deze zit aan de bovenkant. Hier hebben we een opening. Oh. Aan de bovenkant. Hier zit de opening aan de bovenkant. En ook hier. Juist, hij zit goed. Wat gaan we nou doen? We gaan op die 0,5 centimeter gaan we ook lijm smeren. Dit is eigenlijk een beetje het moeilijkste gedeelte. Dan klappen we allebei de delen klappen we naar binnen. Dan doe je de kaart dicht op de flap waar die hoort. Zo. En je schuift hem even goed aan. Laat hem even goed drogen, zodat hij wel goed op de kaart kan plakken. Doen we hetzelfde met de andere kant. Dus we gaan de 0,5 mm lijn gaan we lijm smeren. Dan klappen we beide delen dicht. Dan klappen we de kaart dicht. Dus je doet dit eigenlijk. En je plakt hem erop. Draai hem even om. Duw het allemaal even goed aan. En als je hem dan open doet, heb je een pop-up gedeelte in je kaart. En hij kan dus ook gewoon dicht. En je kunt hem dus gewoon versturen.
Hoe leuk is dat? Oh, hij staat op zijn kop. Zo, hoe leuk is dat? Dan hadden we dus nog twee delen. A. Nee, twee delen E. Die komen hierop. En nou ben ik dus vergeten om een cardstockdeel erbij op te schrijven. Dat is toch ook een beetje dom. Maar oké, okay. Deze gaan we hierin doen. Deze komen op onze pop-up gedeelte. Die komt hierin. En dan moet ik de werkbeschrijving wel even aan gaan passen. Want ik mis gewoon een designpapierdeeltje. En dat kan natuurlijk niet, hè. Tenzij je het natuurlijk leuk vindt om je tag geheel geel te laten. Maar dat vind ik persoonlijk niet zo leuk. Want de rest hebben we ook allemaal beplakt. We hebben nog twee delen F. Van 0,7 bij 8,7. Die is voor de zijkant. Kun je ook vrij laten wat jij wil. Maar ik vind het leuk als er een designpapiertje op zit. Dus die gaan we er even opplakken. Als het allemaal mee wil werken. Ja. Dan doen we ook aan de andere kant. En dat is het handige van dat je alles plat kan leggen. Je kan dus gewoon hop, ja, ik ben gewoon echt een tag designpapier vergeten. Dat is toch maar fijn dat we dus de filmpjes achteraf ook nog een keer opnemen. We maken eerst een dummy, dan gaan we elkaars creaties maken en we filmen het dan ook nog een keer voor jullie. Dus we gaan eerst even de labels van C in de pocket steken. Die gaat hierin. Zo. Dan hebben we hier ook nog een C die erin kan. Zo. En dan hebben we twee delen F. Daar ga ik ook weer een labeltje aanmaken. En dan ga ik nog even uitmeten wat dan de maat van deze designpapier moet zijn. Zo moeilijk is het niet uitmeten. Want het papier is 7,5 bij 9. Hij is 9 hoog en 7,5 breed. Dus dan wordt het papier 7,2 breed. Bij 8,7 hoog. Ga kijken of ik in mijn afvalstukjes nog wel zo'n maatje heb liggen. Anders komt ook die later omdat het designpapier op is. Nou, eerst even mijn labeltje eraan. Dan ga ik even het designpapier pakken. En de restjes die ik nog heb liggen. En ik denk wel dat dat gaat lukken. Ik denk het wel. Moet lukken. Er ligt nog van alles. Dus die twee ga ik even pakken. Dan hebben we deze. Dus hij moest 7,2 breed worden. Basis 7 aan de kant. Even kijken. 7,2 breed. Snijmes. Vierkantje eraf. Bij 8,7. Dat gaat hem wel lukken. Kijk, dat is de eerste. Dan hebben we vast nog wel een stukje. Ja. Hier even een randje vanaf, want ik had deze niet beëind. Dus dan wordt het, en dan moet ik weer even gluren. 7,2 bij 8,7. En dan heb ik stiekem toch nog de twee dekjes doorplakken. Deze even aan de kant.
Gaan we hier ook lijm op smeren. Leggen we de creatie weer even bij ons neer. En dan hebben we ook nog twee delen A die we op de voorkant gaan plakken. Dus deze ga ik zometeen in de werkbeschrijving er even bij zetten. Zodat we in de live van Live 46 wel de juiste papiermaten hebben. En Bianca zegt altijd, jij hebt altijd het hele alfabet. Ja, ik heb altijd heel veel delen designpapier. Bianca laat nog wel eens designpapier vrij. Dus dan had ze deze tekst bijvoorbeeld alleen het cardstock geel gelaten. Ik vind het mooier als alles beplakt is. Maar dat is dus ook weer persoonlijke smaak. Dus doe wat je zelf het mooiste vindt. Deze komen dus weer in. En ik wil dat de koe er helemaal in gaat. Maar hij is nu nog een beetje nattig. Dus we laten hem nog even zitten. En ik heb mijn nagel onder mijn nagel gescheurd. Heel irritant. Even kijken. Deze komt hierin. Zo. Dan kan die dus dicht. En hebben we dus nog twee delen A voor op de voorkant. En een deel A voor op de achterkant. En die ga ik zometeen vastplakken. Dit was Live 46 alweer van 14 augustus. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Ik hoop dat jullie hem ook gaan maken. Als jullie hem gaan maken, plaats hem in ons album. En wie weet win je dan ook nog een leuke prijs. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!